Vicky Meijer következik, 1 perc 30 másodpercben. Ja, dank u wel, voorzitter. Honderdduizenden illegale immigranten kwamen in 2014 de Europese Unie binnen. Binnengesmokkeld door mensensmokkelaars of aan wal gesleept door Frontex. Frontex bewaakt geen grenzen, Frontex is een pendeldienst. De EU werkt tragedisch in de hand. Wat we natuurlijk al wisten, maar wat velen hier niet willen zien, is afgelopen week nog eens bevestigd door de terroristen van de Islamitische Staat. De moslimterreurgroep heeft 4000 terroristen als asielzoekers de Europese Unie binnengesmokkeld. In reactie op mijn schriftelijke vragen antwoordde de commissie dat we asielzoekers toch vooral niet moesten verwarren met terroristen. Het getuigt weer van een stuitende naïviteit. Als klap op de vuurpijl is Frontex ook nog eens niet in staat om terroristen te identificeren. Net als alle andere illegale immigranten worden ze nu dus doodleuk op het Europese continent gebracht. Wat mij betreft is er maar één kant die Frontex op moet gaan, letterlijk. Terug met die boten vol illegale immigranten richting land van herkomst of een derde land. Want tot nu toe hebben ze nog helemaal niemand teruggestuurd. Het is absurd dat we willens en wetens niet alleen duizenden illegale immigranten op ons grondgebied halen, maar ook terroristen met open armen ontvangen. We hebben onze handen al vol aan onze homegrown islamitische terroristen. Laten we ze alsjeblieft niet ook nog eens importeren. Wanneer dringt het tot de commissie door dat we moeten stoppen met het importeren van nog meer terreur? Wanneer is het afgelopen met deze waanzin? We moeten onze verantwoordelijkheid nemen om onze burgers te beschermen. Dus we verdienen die veiligheid. De-islamiseren, sluit de grenzen en stop de massa-immigratie. Genoeg is genoeg. You have a blue card. Do you accept it? Yes. Madam Kiege, you have the floor. Sí.